Mag je de handdoek weer pakken? Dicht bij je houden. Dan gaan we zo weer mee werken. Je mag je voeten en je schoenen nog eventueel aan hebben als je staat zometeen op de vloer. Zou ik ze lekker uitdoen, maar voor je nu mag je blijven staan. We gaan eerst even wat opwarmen. Je mag je tenen recht naar voren zetten, schouders ontspannen. We gaan eerst even inademing op en uitademing achterlaag. Inademing voorop en uitademing achterlaag. Inademing voorop, uitademing achterlaag. Inademing voorop en uitademing achterlaag. Laatste twee. En blijf. Ik zet al jullie geluid even uit. Komt hier, we gaan even zijwaarts. We gaan allebei de tenen recht naar voren toe. En dan wisselen we om en om. Dus om en om. Ik ga jullie even op mute zetten. Hoor je me nu wel, alle? Juist, top. Dan toch iets in je instellingen dan even kijken, inderdaad. Dus rustig, ja, gek. Rustig heen en weer. Schouders laag, buik actief. Komt die laatste. 10. 9. Goed, lekker die binnenkant, hè. 8. 7. 6. En je tenen staan allebei recht naar voren. 5. 4. 3. 2. 1. En dan mag je even wat dieper doorgaan. Zak maar wat dieper door. En kijk maar of je hier je handen op de vloer laat, dat je zelf je billen even wat omhoog duwt en op die manier naar de andere kant gaat. Been wat gebogen gaat komen worden, is de hiel van de vloer af. En je andere voet probeer je naar de vloer toe te duwen. En dan wissel je. Even rustig om en om. Hou je borst maar op, schouders laag. Dus je houdt nog wel contact met de vloer. Maar eerst even opwarmen van die heupen, dat bekken. Dus dan wil je nog niet vanuit de spierkracht gaan werken. Rustig, hè, die mobiliteit daar zoeken. Laatste 4. Laatste 3. En probeer je voedsel dan maar naar beneden te duwen. Hou de borst wat op. Laatste 2. En de laatste. Dan mag je de voeten wat bij elkaar brengen. En dan mag je even in de hurk zitten komen. En misschien dat je daar wat onder je voeten plaatst. Een matje of misschien wat anders dat je daaronder plaatst. Een paar boeken of een paar kussens. Dat je dus in ieder geval wel steun hebt. Dat je dus niet het volledig los. Dat je op je spierkracht moet gaan werken. Ja, dus je moet je voeten lekker plat of ondersteund hebben. Borst is op. Kijk, en anders zet je de voeten wat breder. En kijk of je dan je hand, één hand op de vloer en je andere arm open kunt draaien. Je knieën naar buiten. En dan rustig wissel je om. Dus dan draai je de andere kant op. Schouderbladen laag achter. En dan zo om en om. Kijk er maar rustig naar. Kijk je arm maar na. Open je borst. En kijk er maar na waar die is. En die liezen weer openen, die heupen, die adductoren. Laatste 10. 9. Maar fijn, Marleen, dat je er toch bij bent gekomen. 7. En Annemiek ook. 6. 5. Mirjam, zie ik steeds een arm omhoog gaan. 3. Lekker. Laatste 2. En de laatste. Dan mag je rustig op je knieën komen voor nu. Je handen zet je op de vloer neer onder je schouderlijn. En niet zozeer dat daar druk op staat, hè, maar wel in die lijn. En dan gaan we die handen even omdraaien. Dus je loopt met je handen naar binnen toe en je draait ze de andere kant op. Dus je loopt, kijk gewoon waar die ruimte is. Open de mobiliteit van die schouders, die borst. Dus loop maar lekker door. Armen, ene kant naar je toe gedraaid, andere kant naar je toe gedraaid. En je merkt dat je steeds meer ruimte krijgt. Dus dat je steeds weer verder kan draaien. Die handen meer naar elkaar toe draaien. Juist meer als ze via de binnenkant gaan naar buiten gedraaid worden. Dus even het openen ervan. Schouders, mobiliteit, juist. 4. 3. Buik actief. 2. En de laatste.
En dan mag je de vingertoppen naar je toe gericht laten. Vingertoppen naar je toe. Dus die vingertoppen zijn daar. En als die vingertoppen iets van naar buiten gebreid zijn, omdat daar de ruimte is voor jou, prima. We kijken zoveel mogelijk naar je toe. Altijd actief houden. Nooit als je hypermobiel bent, weet je dat je die armen in de overstrekking kunt brengen. Dat doe je niet. Je houdt ze actief. En wat je gaat doen is langzaam een klein beetje je heupen naar achteren brengen, zodat deze hier op spanning komt. Dus breng hem maar wat naar achteren toe en weer terug. Langzaam, wees lief voor jezelf, naar achteren toe. Dus je verplaatst je lichaamsgewicht wat naar achteren en je duwt je handpalm in de voor en breng hem rustig terug. Dus je pakt die stretch eventjes in die voorkant van je armen. Niet te ver, rustig aan, schouders weg bij je oren. Laatste keer en haal hem daarachter maar even vast. Voel maar die stretch, zoek die stretch maar op en haal hem daar maar even vast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en rustig. Draai je de handen om. Rustig ook hier weer. Breng dan ook hier weer langzaam je lichaamsgewicht naar achter en weer voor. Dus nu liggen je handen andersom op de vloer. Dus in plaats van zo, draai je ze nu naar je toe en de handpalmen op de vloer. De rug op de vloer. En ook hier kleine stukjes naar achter en weer terug. Kleine stukjes maar. Dus niet forceren, buik actief. 3. 2. En houd hem maar even stil. 10. Buik actief. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2 en even los. Draai ze maar even los. Ja, zijn vanavond vaak ook in die handen. Zijn vaak van als je yoga doet ben je wat meer gewend hè, dat die hier geopend is. Maar als je dat niet gewend bent, zijn het ook hele goede oefeningen om gewoon regelmatig mee te pakken. Ook als je veel achter dat toetsenbord zit. Dus draai ze maar eventjes lekker los van elkaar. En dat kun je ook op andere manieren doen, want je kunt hem ook eventjes op deze manier stretchen. Dus als je... Ik kan me voorstellen als je op kantoor zit en je zegt, ja, die doe ik niet even zo op de vloer, maar dat je hem op je tafel doet of dat je hem op deze manier doet. Hè? Dus op die manier kun je hem ook stretchen. De vingertoppen naar beneden, zodat je op die manier de stretch pakt. Pak je hem wat meer door nog. En dat je hem de vingertop omhoog wat naar je toe trekt voor de onderkant. Dus die kun je ook meepakken. Mag je handen weer onder je schouderlijn zetten. En strek je je rechterbeen maar opzij uit. En je voelt zo naar beneden toe. Juist. Draai als je rechterbeen opzij is, je rechterarm er onderdoor. Rijk maar zo ver mogelijk weg. En inademing, open je hem hier. Open je de borst. Dus dan breng je hem open. Dus uitademing, rijk je er onderdoor. Ver mogelijk. Heupen boven de knieën en inademing, lift hem maar op. Schouderbladenpuntjes naar elkaar toe. Dus dan een uitademing, rijk je er onderdoor. En inademing, lift je hem op. En duw je been krachtig weg. Hè? Pak je gelijk op die binnenrand van je bovenbeen. Voet zo naar boven proberen te, of naar voren te blijven duwen. Laatste vier. Open hem maar. Laatste drie. Rijk maar weg. Twist in je onderrug. Blijf rustig doorademen. Laatste twee. Je zal merken dat er steeds meer ruimte komt. Steeds meer mobiliteit. Openen van. En breng hem rustig terug. Wissel. Eerst je been. Goed. Je teen staat in lijn met je knie. Je teen staat in lijn met je knie. En je voetsel naar voren gericht. Je teen naar voren gericht en je voetsel naar beneden toe. Andere hand in lijn met je andere knie. Komt je uitademing rijk weer over. En zal je merken, oh, dat voelt weer eerst even wat strammer dan net. Hè? Dus de andere zijde. Dus eerst uitademing, inademing, rijk je hem open. En op die manier merk je ook dat er steeds meer ruimte weer ontstaat. Rijk hem maar ver onderdoor. En lift hem maar weer op. Schouderbladen achter. Rijk maar onderdoor. Ver mogelijk. En lift hem maar op. Prima. Buik wel geactiveerd houden. Laatste vier.
laatste drie. Laatste twee. En de laatste. En breng hem rustig terug. Mag je komen staan, maar met je handdoek. Of met een touw of wat dan ook. Hè? Dat is allemaal prima. Schouders laag. Kun je de armen niet omhoog brengen? Omdat je daar last van je schouders hebt, dan breng je ze gewoon voor. Hè? Dus kijk wat gaat. Wat we hier gaan doen, we houden hem op. En we gaan hem alleen maar een stukje naar voren, een stukje naar achteren brengen. Waarbij er geen verandering is in je rug. Dus je gaat niet in je rug veranderen. Buikspieren actief. En daar breng hem een klein stukje naar achter en een klein stukje naar voren. Dus breng hem maar naar achter. Inademing en uitademing een stukje naar voren. Inademing naar achteren. Uitademing terug. Rustig naar achter. Hou je benen actief. Dus zet die benen niet op het slot. Rustig en terug. Voor vier. Voor drie. Schouders laag. Prima. Voor twee. En de laatste. En kijk maar of je hem zo kunt houden. Of dat je hem wat breder gaat maken. Want we willen hem door naar achteren laten gaan. Dus kijk maar of er ruimte is. Een optie is om het, zoals we vorige week hebben gedaan, naar je armen om en om te doen. Maar kijk maar of er ruimte is. Of je twee armen naar achteren kunt doen. Mits je geen schouderblessure hebt. Dan pak je hem sowieso om en om. Dus dan maak je meer de rotatie. Ja, dus dan doe je meer deze rotatie. Langzaam aan. Rustig gecontroleerd. Laatste vier. Schouders laag. Draai maar over. Laatste drie. Benen actief. Suzanne, ik vind jouw achtergrond echt geweldig. Het is gewoon nog eens een keer een echte achtergrond. Die palmbomen. Laatste twee, geweldig. Laatste. En oké. Mag je hem achter je vastpakken? Dus één hand is hoog, de andere hand is laag. En op deze manier pak je hem vast. Yes. En dan gaan we hem doen. We gaan hem naar beneden trekken en we gaan hem omhoog trekken. Kijk maar waar de ruimte is. Dan voel je ook die stretch in die armen. En de mobiliteit die we gelijk trekken. Dus breng hem maar omhoog. Strek hem maar zoveel mogelijk uit. En breng hem maar naar beneden. En hoe smaller je hem vastpakt. Hè, hoe dichter bij elkaar. Hoe meer je natuurlijk die ruimte moet krijgen. Maar je kunt op een gegeven moment niet meer verder met één. Dus zorg wel dat je daar wel tussen. Dat je wel die ruimte in je armen kunt gebruiken. Om die beweging te maken. Buikspier actief. Hou je hoofd ook op. Hè. Hou die verlenging erin. Rustig door. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2 en los. Dan heb je de ene hand boven gehad. Dan wisselen we natuurlijk ook van hand die boven is. En dan moet je er vaak niet te veel bij nadenken, hoe dat ook alweer is. Hè Marleen? Ik zie je denken. Of is het de vertraging van het beeld? Dat kan ook. Dus we wisselen. We hebben andere arm boven nu. Dus ook hier gaan we weer rustig. Zoek maar die mobiliteit op. Kijk maar waar de ruimte is. Hou die borst goed op. Verleng jezelf. Rits actief. Schouders wel goed bewust laag. Dus ook als je arm uitstrekt, je schouders wel laag brengen. Prima. En volgende week gaan we ook weer, niet op woensdag, maar even kijken. Maar in ieder geval volgende week een keer gaan we ook weer de foamroll stretchen, zoals doen met de foamroll, maar dan met een tennisbal. In plaats met een foamroller, maar dan met een tennisbal. Dus dat je daar ook weer mee kunt gaan werken. 10. Rustig. 9. Voor 8. Strek maar mooi uit. 7. Voor 6. Laatste 5. 4,
Laatste drie. Laatste twee. En de laatste. En dan gaan we zo meteen nog een serie met die armen doen. Maar we laten eerst die armen nu eventjes weer rusten. Eventjes lekker los. Draai ze maar lekker open. Gaan we eerst op één been staan. Stabilisatie zoeken. Nou, ondertussen je armen draaien is gelijk als stabilisatie. Krachtig, core actief. Tenen recht naar voren houden. Prima. En blijf daar staan. En vanuit je heup. Dus je been blijft eigenlijk gewoon stil. Vanuit je heup ga je naar beneden toe. En breng hem rustig terug actief. Dus als je naar de grond toe zou gaan, is dat prima. Maar wil niet naar de grond vanwege de bolle rug. Nee, kijk gewoon waar de ruimte is in die hamstring. De achterkant van je bovenbeen. Dat je naar beneden gaat en rustig weer vanuit je heup. Dus je hoeft de grond niet aan te tikken. Als je maar die ruimte daar zoekt. Achterkant been, hamstring, wil, stukje onderrug. Rustig. Buik actief, hè, core actief. 9. Voor 8. En dat zijn niet de bewegingen hoor, die je hoeft te doen, maar gewoon de telling 7. Dan weet je nog hoe lang we doorgaan. Voor 6. Hoofd gaat mee met de beweging. Geen frustratie als je evenwicht verliest. Voor 5. Steek jezelf maar uit. Laatste 4. Laatste 3. Je hoeft niet per se de handen, je kan ook vanuit je heup gewoon je handen in je zij. En breng hem rustig terug. Even los. En dan de andere zijde. Eerst even gewoon gaan staan. Ook hier weer. Even je schouders los. Stabilisatie zoeken. Activeren. En ben je er klaar voor, mag je weer ook weer hier vanuit je heup naar beneden. En je zult merken dat de eerste paar keer misschien toch wat strammer nog in die hamstrings zijn. Kijk weer, voel weer aan. Prima. Laatste 10, core actief. Laatste 9. Voor 8. 7. Laatste 6. Nog 5. Maar ineens trek je schouderbladen naar elkaar toe. Hè? Vanuit die rechterrug. Laatste 2. Mooi, Allah. En de laatste. En breng hem rustig terug. Prima, mag je weer terug? Naar je stofdoekjes. Nee, stofdoekjes. Naar je handdoek. Stofdoekjes waren gisteren. Blijf er bezig. Armen mogen weer omhoog. Schouders laag. En wat je gaat doen, je armen goed strekken. Het belangrijkste is dat je armen gestrekt houdt. Dus als je ze daardoor meer moet spreiden, is dat prima. Maar beter dan dat je ze smaller vasthoudt, maar je armen moet buigen. Dus strek ze dan zo ver mogelijk uit. En wat we gaan doen, is alleen maar de schouders optillen. Schouders op, schouders laag. Schouders op, schouders laag. Op, terug. Op, terug. Op. 10. En je mag best de handdoek naar buiten trekken. En dan trek die handdoek maar naar buiten en dan je schouders optillen. 10. Benen blijven actief. 9. 8. 7. 6. En bewust schouderbladen achter laten vallen. 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. 1. En ook hier weer door. Mag je achter je rug. En ze pakken. Ook hier weer op een schouderbreedte. En breng je ellebogen maar omhoog. Dus je trekt je ellebogen naar elkaar toe. Omhoog. Dus eigenlijk daar omhoog. 10. Schouders blijven bewust laag. 9. Dan voel je ze tussen je schouderbladen ook. 6. Mobiliteit daar. 5. Borst openen. 4. Dat je opent ook je borst, zie mij. 3. Ellebogen naar elkaar toe. 2. En strek ze maar even uit. Lift ze daar maar op. 10. 9. 8. Core actief. 7. 6.
5, 4, 3, 2, 1. En breng ze weer. Breng ze omhoog. Strek ze eruit en breng ze naar beneden. Dus breng ze op. Strek ze uit achter en dan naar beneden. Dus til ze op. Strek ze uit naar achter en gestrekt naar beneden. Laatste 4. Strek hem uit. En voor 3. Strek uit. En voor 2. Laatste. En rustig terug. Schouders weer ontspannen. Mag je rustig afrollen op de vloer komen. Eerst instantie mag je de benen lekker spreiden. En heb je wat verkorte hamstrings en is het voor jou moeilijk om zo te zitten vanwege die hamstrings die verkort zijn, dan mag je dus ook een deken of iets anders onder je billen plaatsen. Verleng jezelf, strek je goed uit, stuur jezelf even door naar voren dat je goed op je zitpotje zit. Ja, als het moment dat je gewoon gaat zitten, zak je een beetje in, dan zit je een beetje meer naar achter, achter je staartbenen eigenlijk, achter je zitbordjes ben je nou niet aan staan, maar achter je zitbordjes ben je gaan zitten. Het moment dat je jezelf opduwt, iets naar voren schuift, dan voel je dat je gelijk recht op die zitbordjes zit. Voel je gelijk ook extra stretch in die binnenkant bovenbenen. Dat is prima. Je plaatst één arm aan de binnenkant van je been. Adem in, verleng en uitademing rijk maar over. Inademing lengte, schouders laag. En uitademing rijk maar over. Hier duw je van je vandaan. Inademing op. Uitademing rijk over die zijstretch daar. En kijk maar onder je linkerarm door. Schouders laag. Kijk maar onder je arm door. En misschien dat je nog wel doorgaat. Ook met je rechterarm langs je been. En misschien je arm nog verder. Heb je de mobiliteit en kun je nog verder je arm over je hoofd brengen? Prima, hè? Haal hem daar vast. Dus die zijstretch, maar zorg er wel voor dat je ook deze andere zijde wel uitstrekt. Dus niet inzakt, maar verlengt. Laatste 10. Schouderbladen achter. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2 en inademing breng hem omhoog. Wisselzijde. Adem in, maak lang. En uitademing rijk maar over. Doe eerst een paar keer allebei de billen op de vloer. Inademing, maak lengte. En uitademing rijk maar weer over, zijwaarts. Inademing, maak lengte, schouders lang. En uitademing rijk over. Hou maar weer vast. Verleng ze allebei, strek uit. Kijk maar onder je linkerarm of de rechterarm, is dat voor jullie? Kijk maar onder je rechterarm door. En kijk maar of je de linkerarm misschien nog wat verder langs je been weg kan strekken. Dan voel je gelijk nog meer wat stretch in die zijkant. Hielen van je vandaan, tenen omhoog. En draai maar ietsje open, maar blijf in die zijlijn. 10. Adem door. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 en rustig inademing op, uitademing terug. Breng je één been voor, één been gebogen aan de binnenkant. Yes, teen omhoog, adem in, verleng en uitademing, kom je naar voren, schouders laag. En je neus wil niet naar je knieën toe, maar wil naar je schenen toe, verleng maar. Adem in, maak weer lang en uitademing zo ver mogelijk. Kom maar door naar voren. Ontspan je schouders, rustig doorademen. Als we volgende week weer een les met een foamroller, les met een tennisbal gaan doen, wie zijn erbij? Wie komt, wie doet er mee? Kijk. Alleen niet, Bram niet. En rustig terug. Ja, kijk, mooie foamroller. Heb je hem al gebruikt, Marleen, vanochtend? Andere zijde. Ja, super hè. Adem in, verleng en uitademing door naar voren, schouders. Dat is de andere zijde. We hebben gewisseld van zijde. Adem in, maak weer lang en uitademing zo ver mogelijk naar voren, schouders laag. Laatste keer, adem in, maak lang en uitademing weer naar voren toe, ver wegreiken. Breng hem rustig terug. Mag je op je rug komen liggen? Met je deken. Met je deken, met je handdoek. En ik hoop dat die lang genoeg is. En die mag je onder je voet brengen. Je andere been mag je strekken over de vloer.
Voelt dat niet oké, dan buig je hem. En duw je hiel maar echt weg. Dus je trekt eigenlijk aan je handdoek, schoudersbreed op de vloer, buik actief. En duw je hiel maar weg. En dan voel je dus dat je goed dat been kan stretchen, hè? Dat je hem mooi actief kan maken. Haal hem goed vast, schouders ontspannen. Duw je hiel weg. Als het goed is, voelen we die stretch in die hamstring, de achterkant van je bovenbeen. En kijk maar, je mag je been lang houden op de vloer, mits je daar je bekken goed stil kan houden of je been buigt. En laat hem maar opzij komen. Breng hem maar opzij. En kijk maar opzij. Dus als hij om je rechtervoet zit, gaat hij ook naar de rechterzijde. Schouders blijven op de vloer. Andere kant, Suzanne. En daar hou je hem even vast. Bram, gaat hij, even kijken, is dat jouw rechtervoet? Gaat ook naar de rechterzijde. Dus als ik even heel oneerbiedig in de camera ga liggen, dan heb ik hem dus, als ik hem mijn rechtervoet heb, dan gaat hij dus ook naar rechts. Juist. Zo ver mogelijk. En dus met je handdoek kun je hem vasthouden, maar wel je schouders op de vloer. Kijk maar hoe ver die kan. Adem 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, breng hem rustig omhoog en laat hem dan maar gaan naar de andere kant. Je andere arm gaat wel opzij, want daar heb je een stabilisatiezoekje daar. Om die schouders op de vloer te brengen. Dus breng maar naar de andere kant. Dus hij gaat nu over naar de andere zijde, over je andere been heen. Je hoofd ontspan op de vloer. 10, 9, 8. En duw hem goed in je handdoek weg. Hè? Daar gaat hij juist je handdoek voor om je te helpen. Om hem goed te kunnen uitstrekken en dan op die manier te kunnen begeleiden. 5, 4, 3, 2. En breng hem rustig terug omhoog. En wissel je van been. Hier ook weer onder je voet. Strek hem maar krachtig uit. Ene been gebogen of op de vloer. Eerst alleen maar uitstrekken. Eerst alleen maar je hiel van je vandaan duwen. Dus alleen maar die stretch in die hamstrings opzoeken. Die achterkant van je bovenbeen. Adem 4. Laat je hoofd lekker ontspannen liggen, Bram. 3, 2, dus je hebt nu je andere been. Dus hij gaat ook naar dezelfde zijde als waar dat been vast zit. Dus linkerbeen gaat naar de linkerzijde, rechterbeen gaat naar de rechterzijde. Welk been je dus vast hebt. Dus het been wat je vast hebt, is dat links gaat hij naar de linkerzijde opzij, daar blijft hij. Zit hij in de rechter, heb je rechterbeen vast, dan gaat hij naar de rechterzijde. Dus hij gaat opzij, Mirjam. Zo ver mogelijk opzij. Alle ook, het been gaat zo ver mogelijk opzij. Kijk maar waar die ruimte is. Adem 10. Alleen laat je andere been lekker ontspannen liggen, hè? Want die loose fiets. Juist, ik ben best wel aangespannen. 8. 7. Ook hier wel je buikspieren activeren. 6. 5. 4. 3. 2. En breng hem recht omhoog. En draai hem dan maar door naar de andere zijde. Vergeet niet om je andere hand naar opzij te brengen voor de stabilisatie. Schouders breed. Voor 10. Twist ook in je onderrug, hè? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, en breng hem rustig terug naar het midden. Mag je hem even neerleggen, mag je handen weer aan de binnenkant van je been, van je voet plaatsen. En je ellebogen eigenlijk naar beneden laten hangen, waardoor je knieën ook een beetje richting oksels komen. Dus je voet zal naar boven toe, dus op die manier. Optie is dus inderdaad ook hier, deken onder je voet, dus op die manier kun je ze wat naar beneden brengen. En anders je armen in de knieholtes dus op deze manier even te laten ontspannen. Het gaat erom dat je die liezen eventjes daar ook opent.
Happy baby. 10. Door die zwaartekracht in je handen die eraan trekken, trek ze naar beneden. 7. 6. 5. 4. En zoals ook in de omschrijving stond, hè, stretch, core en mobiliteit. Nou, dan gaan we natuurlijk ook even nog even die buikspieren erbij pakken. 4. 3. 2. En rustig de benen bij elkaar. Draai even kleine cirkeltjes. Nou, even serie op buikspieren doen. Draai andere kanten. Breng je benen in een hoek van 90 graden. Tafelbladpositie. Goed je buikspieren activeren. Je hoofd ligt op de vloer, je rits actief. Als je schaambod of je trekt je bekkenboomspieren aanspannen alsof je een wc nog even vast moet houden, trek die rits weer aan. Van je schaambod naar je navel en scoop je navel in en onder je ribben. En breng dan om en om rustig je bovenbenen van je vandaan zonder dat er wat verandert in je buik. Dus je hoofd ligt op de vloer, schouders breed. Op het moment dat je voelt dat die buik uitgaat, loslaat, dat je dus in je rug gaat hangen, moet je of die buik nog meer activeren en anders je beenbeweging kleiner maken. Je wil ook niet de voet de vloer naar de vloer brengen, maar je wil je bovenbeen van je vandaan brengen. 10, rustig aan. Dus maar Suzanne, laat je benen in het gips staan, dus echt je bovenbeen van je vandaan. 7, benen staan in het gips, dus je knie gaat niet strekken buigen, juist, je gaat je bovenbeen van je vandaan brengen. 5. Langzaamaan, gecontroleerd. Laatste 4. Rits actief. Laatste 3. Voor 2. En alleen je rechterbeen. 10. Langzaamaan, alleen rechts. Alleen je rechterbeen. 9. Blijf je buikspier activeren. Als het goed is, voel je dat je keihard moet werken. 7. Zo niet, mag je meer focus op leggen dat het bovenbeen van je vandaan gaat en dat je die buik aanspant. 5. Om in diezelfde positie te blijven. Laatste 4. Langzaamaan. Gecontroleerd. Laatste 3. Rustig terug. Laatste 2. De laatste voor deze zijde. En wisselzijde. 10. Langzaamaan. Gecontroleerd. 9. Dit is actief. Voor 6. Voor 5. 4. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste. Houd hem stil, maar zet je handen weer tegen je bovenbenen aan. Duw je handen tegen je bovenbenen weg en je benen tegen je handen weg. Dus je blijft met je hoofd en je schouders op de vloer liggen, maar je duwt heel hard tegen je benen aan en je benen tegen je handen aan. Dus dan krijg je die tegendruk in je buik. Duwen, hard duwen. Voel die buikspieren werken. 10, core aanspannen. 9, krachtiger duwen. 8, dit moet je ontzettend voelen. 7, zo niet harder duwen. 6, en meer je buik aanspannen. 5, klop, duwen. Voel je er meer, Jan? 4, haal vol. Yes, 3. Harder duwen. 2. En rustig terug. Mag je één been uitstekken, één been gebogen. Single leg stretch. Lift de borst op. Je handen niet in elkaar vouwen, maar op elkaar of onder elkaar bij je scheenvas. Lift de romp op. En je romp blijft hoog. Dus je gaat niet je schouders laten zakken. Je hoofd blijft of je romp in schouderbladen van de vloer af. En om en om wissel je langzaam. Dus alleen maar je benen wisselen. Dus je romp blijft in dezelfde positie. Strek hem maar uit en kijk over je knieën heen. Duik actief. Strek hem maar weg. Lift die romp goed op. Niet te laag je been, dan ga je in je rug hangen. Richt die core, lift die core. Lift die rug. Juist, mooi. Lekker Annemiek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ga door met diezelfde beenbeweging, maar maak de criss-cross. Draai in rustig naar de knie die naar je toe komt. Uitademing, rotatie, inademing, midden. Uitademing, rotatie, inademing, midden. Uitademing, rotatie, inademing naar het midden. Langzaamaan. Rustig. En trek niet aan je hoofd. Hou die ellebogen breed en je wil de voorkant van je schouder naartoe brengen. Juist. Mirjam, je mag je hoofd ondersteunen en meer indraaien nog. Meer schuin, juist. Suzanne, lift de schouders op, hè? Ietsje hoger. Iets langzamer bewegen. Voor 10. 9. 8. 7. Laatste 6.
Laatste vier. Laatste drie. Voor twee. En één. Strek je benen hoog uit. Pak een kuit vast. Duw je kuit tegen je benen aan. En maak een penenbeweging in het been wat van je vandaan gaat. Buik actief. Strek hem maar weg. We hebben die benen net lekker gestretst. Hè? Dus die kunnen nog verder gestretst worden. 10. Lift de romp op. 9. 8. 7. Buik actief. 6. 5. 4. 3. 2. Door met de single beweging. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3. Houd de romp stil en kleine sissenbeweging. Houd de romp op. 10, 9, 8, 7. Strek hem uit. 6, lang maken. 5, 4, 3, 2 en ontspan. Mag je op je zij komen liggen? Cor komt nog zo meteen nog een keer terug. Je hoofd mag je ondersteunen. Mag ook een kussen onder, maar probeer hem eigenlijk in de verlenging te houden. Dus hij mag lang, maar zo ligt hij wat laag. Dus dan kun je altijd je arm buigen. Eerst de benen lekker buigen en eerst je voeten op elkaar houden. En alleen maar het been openen. Dus als een oester omhoog. Ja, dus omhoog en terug. Liften maar en terug. 10. 9. Ook nog de heupen hier. Zijkant, mobiliteit. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan mag je even je kussen of een deken, wat je hebt, even wat opvouwen. En tussen je knieën plaatsen. Dus dat er echt wel de opvulling is tussen de knieën. Zodat je eigenlijk je knie in lijn met je heup blijft. Op het moment dat je de knie op elkaar plaatst, zakt je heup erin. Hè? Dus de knie is lager dan je heup. Waardoor je ook je bekken naar voren kantelt. Vandaar dat je vaak met slapen ook vaak nog die kussens hebt ertussen. Zodat je daar ontspanning in die onderste tussenwervelschijven ook krijgt in dat bekken. Dus dat doen we nu ook. We plaatsen wat ertussen. En we gaan die voet optillen. Dus de knieën blijven op elkaar, maar er zit een ruimte tussen. En alleen maar het onderbeen. Dus op en terug. Op. Kijk maar rustig aan. Hè? Kijk maar of je dat onderbeen goed omhoog kan brengen. En echt wel goed tussen de knieën, dat die knie in lijn met je heup blijft. Tien. Negen, echt tussen de knieën juist. Acht. Zeven. Zes. Mirjam, laat lekker je hoofd ook ontspannen. Vijf, juist. Vier. 3, 2, 1 en oké. Draai je door naar de andere zij. Eerst gaan we die oester weer doen. Dus eerst voet op elkaar, goed op je zij liggen, benen gebogen en openen maar. Daar wil je heen. Tien. 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Breng je hem ook weer het kussen weer op een gegeven moment, omdat je ook hebt goed ertussen dat je knie in lijn met je heup zit en je onderbeen. Breng je omhoog. Draai hem maar open. Omhoog en terug. Zonder dat er verandering is in het bekken, dus je duwt je heup nog steeds weg. Daar gaat hij omhoog. Juist. 10. En die mobiliteitsoefening. Hè? Bij de ene oefening zal het misschien wat pijnlijker zijn. Dan voel je dat het echt opent. De andere oefening zeg je, ik voel eigenlijk niet zo heel veel. Maar dat is prima. Hè? Want dat is wel die soepelheid erin houden. 5. Dat wil niet zeggen dat je het dan niet nodig hebt. Nu ga ik wel stellen hoor. Laatste 5. Langzaam aan. Hè? Rustig. 4. 3, 2, 1 en rustig terug. Mag je op je buik komen liggen? En je armen mag je gebogen op de vloer plaatsen.
Heb je ruimte, Allah? Laat Katje ook ruimte toe. Schouders ontspannen. En je gaat even over de vloer. Dus ja, heb je gisteren toch die les meegedaan met de stofdoekjes? Heb je nog een klein stukje vloer wat niet gedaan was? Dan weet je, dan kan je dat nu doen. We gaan namelijk over de vloer. Strek hem maar uit en breng hem maar wat door naar achter. En trek maar die ellebogen langs je lichaam door naar achter. Dus breng hem maar voor en trek hem maar naar achteren toe. Naar voor en trek hem maar naar achter. En dus je krijgt echt deze beweging. Bam, opzij. Over de vloer heen. 10. 9. 8. 7. 6. Bram, ik zie jou niet meer. 5. Het zal vast goed gaan, maar ik zie je niet meer. 4. Nog een heel klein stukje. 3. Voor 2. Ja, stop. En laat hem dan weer in die hoek van 90 graden. Breng hem maar wat verder door naar achter. En lift maar de ellebogen op. Eerst de handen blijven op de vloer. Dus de ellebogen gaan we liften omhoog en terug. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En zet de handen wat meer naar je oksels toe. En die ellebogen dus wijzen dus al omhoog. En daar liften we de handen op. En trek die schouderbladen naar elkaar toe. 10. Lift je handen. 9. 8. 7. Buik actief. 6. 5. Je mag je voorhoofd kin op de vloer leggen hoor. Eventueel je wang. 3. 2. Strek je armen naar achteruit. En lift ze maar omhoog. Schouderbladen naar elkaar toe. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Breng je ze handen onder je schouder en deel jezelf even omhoog. Schouderbladen achter, goed je buikspier activeren. Rits actief, bekken naar voren. En kijk maar of je de armen wat verder naar voren uit kunt strekken. En dus je bent hier, dan mag je kijken of je daar je armen kunt uitstrekken. Daar verlengen schouderbladen laag achter. Borst actief, schouderbladen goed achter en je kijkt schuin naar voren toe. Maak je goed lang, verleng jezelf, maar duw jezelf uit de vloer. 10, 9, 8, 7, 6. Heel belangrijk om die rug ook vaak mee te nemen. 5, 4, 3, 2 en rust. Dan mag je handen achter op je hoofd plaatsen. En hier gaan we die ellebogen liften. Lift. 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 Dus vandaag ook heel veel die schoudergordelborst. Lift. Op. Niet je handen in elkaar vouwen, maar je handen op elkaar. 10. 9, lift ze maar op. 8, schouders laag. Probeer die elleboog echt maar naar de vloer te komen. 7, 6, top, schouderbladen naar elkaar toe. 5, prima. 4, 3, 2, en even ontspannen. Die doen we zo nog één keer. Maar wat we daarbij mogen doen, is je gaat of door, of je lift, strek uit. En breng ze weer terug en naar beneden. Dus dan lift, strek, terug, naar beneden. Lift, strek, daar en weer terug. Ja, dus lift, strek, terug, ellebogen laag. Lift, strek, terug, ellebogen laag. Kijk maar of je alleen de armen, de ellebogen lift of dat je ook je armen uitstrekt. Prima. Zorg ervoor dat je goed die ellebogen lift. En je mag daar best ook de romp een stukje bij liften. Maar denk ook dat die ellebogen werken. Laatste 10. 9. 8.
7. Laatste 6. 5. Laatste 4. 3. Laatste 2. Prima. En de laatste. En rustig zet je de handen weer onder de schouderlijn. Deel jezelf erop. Blijf je hier. Activatie bekkenbodemspier, ritskop. En kijk of je dan weer je armen naar voren kan wegstrekken. Negen. Blijf activeren in je core. Blijf jezelf uit de vloer duwen in je bekken naar beneden. 7. 6. En je billen niet allemaal samenknijpen. Van intern ga je aanspannen, maar niet je billen samenknijpen. 5. Intern. 4. 3. Laatste 2. En breng hem rustig terug. Duw jezelf op je knieën, heupen door naar achter, child pose. Nou, nog eerst weer terug naar die core voordat we zo meteen weer verder gaan met de stretch. In het heupen, benen. Mag je weer op je... Nou, blijf maar eerst even hier. Gaan we eerst even die plank nog doen. Core actief, ellebogen naar binnen, lok. Laat je één been achter in plankpositie. Core activeren, breng het andere been erbij. Goed geactiveerd houden, hou maar vast. Ellebogen naar binnen, lok. Zeg, ja, ik vind hem wel makkelijk. Dan kan je om en om rustig aan je benen liften. Zonder dat die rug verandert. Kleine stukjes. Langzaam. Prima. Duw jezelf eruit. Hè? 10. 9. 8. Schaal het naar je nagels even. Mirjam, ietsje billen hoger. 5. Mirjam, billen juist. Prima. 4. 3. 2. En blijf daar staan en kijk of je misschien hem iets zwaarder wil maken door je handen. Je schouders schuin aan te tikken. Waarbij de romp zo stil mogelijk blijft. Niks moet, hè. Alles mag. Bijna alles mag. Hou je schouders wel goed bij je handen. Onder je schouders. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Hou hem nog even vast. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 en rustig. Je brengt jezelf door naar child pose. Knieën uit elkaar, tenen bij elkaar. Duw jezelf naar de achterschouders laag. En loop dan met je handen even over de vloer naar de rechterzijde. Dan voel je ook die zijstretch met je taille heup goed door naar achter. En langzaam door naar de andere kant. Schouders ontspannen breed. En rijk ze ook ver weg. En niet alleen maar opzij lopen, maar ook echt ver weg rijken. En voel je ook, hè, onder die oksels, die stretch daarbij. Zijkant lichaam. 4, 3, 2. En rustig terug naar het midden. Opnieuw rustig op je buik komen rollen. Buikspieren actief, gaan weer om en om je bovenbenen van je vandaan. Activatie houden, core actief, alleen je bovenbenen van je vandaan, schouders breed. Rustig aan, hè? Niks verandert in dat bekken. Kleine stukjes. 10. Armen langs je lichaam, dan ga je weer rug veranderen. 9. Goed die buik actief. Je kin is in, dus je kin is ingetrokken, nek is lang. 5. Dus probeer niet je hoofd naar achteren, hou je kin een beetje in. En anders plaats je een kussen onder je hoofd, een klein dekentje. Dat je hoofd nek ook in verlenging ligt van je ruggenwervel. 3. Je krijgt te veel belasting op je nek. 2. Goed actief, alleen je rechterbeen. Mirjam, je neemt geen pauze toch, hè? 10. Schouders breed. 9. Langzaam. 8. Rustig aan. 7.
6. Langzaam. 5. Laatste 4. Laatste 3. Controleert. Mooi, ziet er goed uit. Laatste 2. En de laatste. Ander wisselbeen eigenlijk, hè? 10. 9. Nee, Mirjam, we zijn nog bij de lowering. Bij de onder om je benen. Je hoofd op de vloer en onder om je benen van je vandaan. Maar wij gaan nu 1 been, maar doe jij onder om. 4. Langzaam aan. 3. Core actief en je voelt als het goed is hard je buik werken. Laatste, zet je handen weer tegen je bovenbenen aan. Duw je handen tegen je bovenbenen tegen je handen. Activeer, laat je hoofd liggen. Activatie, buikje duwen, hard tegen elkaar. 10, krachtig. 9, 8, 7, 6, duwen. 5, 4, 3, 2, en de single leg stretch. Lift eronder op, schouders blijven hoog en om en om strek je de benen weer uit. Blijf goed activeren, strek hem weg. En lift die romp op, hè? Schouderbladen van de vloer af. 10. 9. 8. Langs elkaar heen. 7. 6. 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En we gaan om en om schuin er naartoe draaien. Til die schouders maar op. Langzaam aan. 10. Langzaam. 9. Voel je veel meer activatie dan dat je snel gaat. 8. En dan gaan de grotere spiergroepen mee. 7. Allebei de schouders van de vloer af. 6. Til ze op. 5. En strek je tenen van je vandaan. 4. 3. 2. 1. Strek je benen uit, hou je romp stil en laat je benen rustig zakken en een klein stukje terug. Maar blijf die buik op spanning houden. Lift de romp goed op. Hou je romp hoog stil, alleen je benen bewegen. 10. Hou til die schouders op, best van de vloer af. 9. Maak ze goed lang, je benen. 8. Til die schouders op. Bram, kan je nog hoger tillen? Kan je nog die schouders hoger? Juist. 7. Maak je benen lang. 6. Marleen, ook borstbeen over je ribben. Probeer op te tillen. 5. Ja, top. 4. Alle ook, lift de romp op. Juist. 3. Mirjam, niet je handen onder je billen. 2. Werk met je buikspieren. Ik zie niet of je handen daar hebt, maar het lijkt alsof je handen onder je billen hebt. Kleine verre stukjes. Actief. 10. Rijd ze ver weg. 9. 8. Kleine stukjes. 7. Als het goed voelt wil je de buikspieren werken. 6. Anders laat je de been niet verder van je vandaan en lift de romp hoger op. 4. Juist. Laatste 3. Laatste 2. En rustig de knieën bij de borst. Prima. Draai kleine cirkeltjes. Voel je ze, Bram? Top. Draai rustig je benen de andere kant op. En als je daar klaar voor bent, mag je tot zit komen. Een van de laatste oefeningen, de houdingen. En dan zit je en dan zijn je benen wat gespreid en je knieën zijn gebogen. Die staan gebogen op de vloer. Wat we gaan doen is we gaan, dit is links voor jullie volgens mij, we gaan linkerbeen gaat naar de vloer toe, rechterbeen ook. Dus dan draai je eigenlijk allebei in een hoek van 90 graden. En je draait dan je romp naar het voorste been heen. En daar brengen we de romp naar voren toe. Ik zal hem even op de vloer doen, want je ziet het misschien net niet door het zwart-zwart. Dus als ik zo zit, dus ik ga dan mijn benen allebei, dus de knieën draaien allebei dezelfde kant op. En ik breng mijn lichaamsgewicht dan naar voren toe. Ja? Dus dan breng ik hem weer open. We gaan hem eerst om en om doen. Dan gaan de benen de andere kant op. Ja, als je lift je romp op, allebei je benen in een hoek van 90 graden. En ga over het voorste gebogen been heen. Strek je rug goed uit. Dan ga je eigenlijk naar die pigeon doen, dus die duif. Maar we gaan hem eerst even dynamisch doen. Dus draai hem maar weer door. Draai hem maar weer op. Om en om. Voel je ook hè, die bilspier, ook in die heupen open. Dan ga dan rustig mee door. Om en om. Dus je laat ze echt opzij vallen. En kijk of dat voorste been, of je dat wel ook goed in de hoek van 90 graden kunt brengen.
Dus dat je hem niet je hak bij je lies brengt, maar een hoek van 90 graden. En de hand is naar voren. En we gaan hem even wat langer vasthouden. Dus breng hem naar voren, voorste been, hoek van 90 graden, lift de romp op, breng hem naar voren. En kijk maar of je hier misschien met je ellebogen naar de vloer kunt gaan. Schouders ontspannen, zak maar tussen die schouderbladen en we houden hem hier even wat langer vast. Wilspier, stukje onderrug, misschien voor sommigen ook hamstring, binnenkant bovenbeen liezen. 10. 9. Rustig schouders, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En rustig doe je eerst jezelf omhoog. Dan draai je de benen weer naar het midden toe. En dan draai je door, andere zijde. Dus ook hier weer het voorste been. Dus het onderste been is eigenlijk parallel aan de voorkant van je mat. Adem in, verlengen en dan door naar voren toe. Schouders ook weer. Probeer kijken of je ellebogen naar de vloer kunt brengen. Ontspan. En anders ondersteun je met kussens. En probeer wel verlengingen ook in die rug te maken. Dan strek je goed uit. Dus kom je wat verder naar voren. Pak je hem wat intenser ook. Rustig doorademen. 9, 8, 7, 6, 5, laatste 4, 3, 2, en rustig brengen terug. Mag je doordraaien op je rug? Gaan we de laatste doen. De twist. De benen bij elkaar, samengebogen naar de rechterzijde. Of wat intenser door je linkerbeen over je rechterbeen te laten vallen en dan je knieën naar de rechterzijde te laten vallen. Arm lekker ontspannen op de vloer als je schouders zakken naar de vloer toe. Rustig doorademen. 1 rustig je been terug. Of ze gaan gelijk door naar de linkerzijde of je wisselt even been. Dat je rechterbeen over je linkerbeen gaat en dan je knieën naar links. En je rustig je benen terug naar het midden. Sommel je een paar keer van voor naar achter. Totdat je uiteindelijk tot zit kunt komen. Adem je in, maak je lang, schouders laag. En uitademing maak je weer die bolling. In je onderrug niet inzakken, maar die bolling. Adem in, maak je weer lang. Uitademing maak je weer die bolling. Laatste keer adem in, maak lang. Blijf hier. En uitademing. Dank jullie wel weer. Ik hoop weer dat we wat gevoeld hebben. Dat we weer wat fris open de dag ingaan. Ik kom zo bij jullie. Momentje.